Jens Verzon, laatste training voor de wedstrijd van morgen zit erop. Hoe is het gevoel over de afgelopen week richting morgen? Het gevoel van de afgelopen week is goed. Ik denk dat we de wedstrijd van Telstar goed geëvalueerd hebben. En dat we met z'n allen eigenlijk heel de week toegeleefd hebben naar deze wedstrijd. En ja, iedereen heeft er enorm veel zin in. Iedereen is heel fanatiek op de training zoals je gezien hebt. Dus nee, dat zit goed. We hebben er zin in. Want ja, morgen de derby tegen Helmond Sport. Is het een andere wedstrijd dan anders? Nou, normaal gesproken wel. Dus tegen Helmond natuurlijk is het derby hier voor Eindhoven. Het is wel jammer dat we hem zo vroeg eigenlijk al in het seizoen spelen. Dus dat we eigenlijk maar met volgens mij iets van 750 toeschouwers mogen spelen. Het was natuurlijk mooi geweest als iedereen erbij kon zijn die erbij wilde zijn. Alleen dat is helaas niet zo. Maar ja, goed, uiteindelijk blijft het wel een van de mooiere wedstrijden van het seizoen. Ja. Bereiden jullie dan ook anders voor op zo'n wedstrijd dan normaal? Nee, dat niet. We doen gewoon wat we eigenlijk altijd doen. En ik denk altijd het komende seizoen gaan doen voor een wedstrijdvoorbereiding. En dat is gewoon scherp trainen. En nou, dat is gewoon prima. Helmond heeft ongeveer heeft net zoveel punten als wij er hebben. Wat voor beeld heb jij van die ploeg? Nou, we hebben ze vanochtend bekeken en ik denk dat het gewoon een goede ploeg is met een mix van ervaring en talent wat frivool kan voetballen en wat energie in de wedstrijd legt. Dus ja, wij zullen daar iets tegenover gaan zetten waar onze kwaliteiten liggen. Dus ik kijk er wel naar uit. Je hebt er als ervaren speler natuurlijk de nodige derbies en belangrijke wedstrijden op zitten. Hoe is het om zo'n beladen duel? Ja, beladen natuurlijk nu al minder met die mindere supporters erbij. Maar hoe is het om zo'n duel te spelen? Wat ik net eigenlijk zei, dat zijn toch wel de mooiere wedstrijden van het seizoen. En zeker ook met de sfeer die erbij komt kijken, dat is nou helaas dan niet zo. Maar ja, je weet wel dat we wel gesteund worden door ons publiek. Ondanks dat ze er misschien niet allemaal bij kunnen zijn. Maar dat zijn de mooie wedstrijden van het seizoen. En daar kijken we wel naar uit. Wat verwacht je van de wedstrijd van morgen? Ik verwacht wel een open wedstrijd die op en neer zal gaan. En Helmond vanuit een bepaalde organisatie waarin zij ons aan de bal zullen laten. In het begin zullen wij denk ik wel gewoon agressief de duel spelen. En gedurende wedstrijden moeten wij in ons spel komen om de bal rond te laten gaan en van daaruit kansen te creëren.